Welkom bij Rijnmond Nieuws. Zometeen onder meer postbodes demonstreren in Rotterdam. Nu eerst kort het nieuws van dit moment. Rotterdamse schoolkinderen hebben vandaag bij de kunsthal groenten en kruiden geplukt in de langste moestuin ooit. Ze gingen er daarna mee koken onder leiding van Pierre Wind. Het gebeurde op de slotdag van het driedaagse festival Kunsthal Kookt. De kinderen hadden de afgelopen tijd de groenten zelf gezaaid en gepoot. De tuintjes werden daarna verplaatst naar de 60 meter lange helling bij de kunsthal. Met de langste moestuin ooit willen de initiatiefnemers de kinderen stimuleren om gezonder te eten. Op de president Rooseveltweg in Rotterdam zijn zaterdagnacht omstreeks 2 uur 2 mensen zwaar gewond geraakt toen hun auto met hoge snelheid een boom raakte. Ze zijn naar het IJsseland ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, weet de politie nog niet. In Diergaarde-Blijdorp in Rotterdam zijn 3 exemplaren van de uiterst zeldzame traliestinkzwam aangetroffen. Een medewerker vond de paddenstoelen in de buurt van de Rivierenhal. Sinds de eerste waarneming in 1735 is de stinkzwam maar een paar keer in Nederland aangetroffen. De zwam komt vooral voor in vochtige dennen- en eikenbossen in Zuid-Europa en Afrika. Sparta Rotterdam heeft de wedstrijd tegen BV Veendam met 4-2 gewonnen. Doelpuntenmakers voor Sparta waren David Abdoel en Johan Voskamp. Ze scoorden allebei 2 keer. Eerder op de dag verloor Feyenoord in Breda van NAC Breda. Feyenoord-verdediger Bruno Martins Indy kreeg in de blessuretijd een rode kaart. Excelsior is nog ongeslagen op eigen veld. De Kralingers wonnen gisteravond met 2-1 van Heracles Almelo. Roland Bergkamp en Leen van Steensel maakten de Rotterdamse doelpunten. Zo'n 600 demonstranten hebben vanmiddag in Rotterdam geprotesteerd tegen de reorganisatieplannen bij TNT Post. Bij TNT staan 15.000 banen op de tocht. Ambtenarenvakbond Abfacabo heeft inmiddels besloten de stakers financieel te ondersteunen met geld uit de stakingskas. De bond denkt dat er rond de kerst meer acties zullen plaatsvinden. De actievoerders verzamelden op het plein 1940. Het massa-ontslag is volgens de demonstranten het gevolg van de liberalisering op de postmarkt. TNT Post wil met het massa-ontslag af van de oude, dure postbezorgers en die vervangen door goedkope krachten. Vroeger was je trots op dit uniform. Dat mocht dragen en dat stond voor betrouwbaarheid en kwaliteit. Nou ja, dat is eigenlijk allemaal door TNT kapot bezuinigd. Bent u aan het solliciteren? Volgende week word ik 57. Ik heb daar geen zin meer in. Sorry. Ik zie wel wat er op me afkomt. Er zit weinig rek in de onderhandelingen tussen de bonden en TNT. Abfacabo stelt de stakingskas beschikbaar. Harde acties worden steeds waarschijnlijker. En wij hebben erin toegestemd dat mocht het tot stakingen komen, en ja, dat is toch ook wel een klein signaal, althans zo zou ik het opvatten. Dan gaan die stakingskassen zijn daar dus op dit moment voor open. Ja. Bij de team. En hoe dichtbij is het nu dan? Ze zullen zelf uitmaken op welk moment dat het beste is, maar ik kan me voorstellen dat zo'n kerstperiode zich daar goed voor leent. Op het plein 1940 sprak onder andere Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Hij was duidelijk. Nederland wordt wakker en stopt deze waanzinnige. Na de bijeenkomst liepen de demonstranten door het centrum van Rotterdam. Het werd een vreemde ontmoeting met het winkelend publiek dat nog even genoot van het onverwachte najaarszonnetje. Eindpunt van de tocht was het oude postkantoor op de Coolsingel, dat ironisch genoeg al jaren leeg staat. De Antilliaanse gemeenschap in Nederland wil nog deze week in Rotterdam een manifestatie houden tegen het vuurwapengeweld veroorzaakt door Antillianen. Afgelopen vrijdagavond hebben verschillende belangenorganisaties gesproken over de schietpartijen van de laatste weken waarbij Antillianen betrokken waren. De Antillianen zelf hebben verschillende oplossingen. Zo willen ze dat vuurwapens ingeleverd worden en dat jongeren die de fout in zijn gegaan en uit de gevangenis komen, nog steeds in de gaten worden gehouden. De schietpartij in de Oleanderstraat in Rotterdam eind augustus. 2 mannen worden neergeschoten als ze iemand aanspreken op het plassen tegen een voorgevel van het woonhuis. Een van de vele schietpartijen waarbij Antillianen betrokken zijn. De Antilliaanse gemeenschap is het nu zat dat een kleine groep criminele jongeren dit soort misdrijven pleegt. Vandaag op een bijeenkomst in Rijswijk is er ook over gesproken. Er is een aantal oplossingen bedacht.
Zo moeten bijvoorbeeld de vuurwapens die in omloop zijn worden ingeleverd. Als je weet dat iemand wapens heeft, lever die wapens nou in. Lopen niet meer mee rond. Je gevoel van veiligheid moet niet voortkomen uit het feit dat je met een wapen rondloopt. Maar je gevoel van veiligheid moet voortkomen uit het feit dat je iemand bent. Dat je ergens komt in deze samenleving. Ook willen de belangengroepen dat jongeren die hun straf uitgezeten hebben langer en strenger worden gecontroleerd. Denk niet dat als je de jongens 7 jaar straf geeft, dat dat afschrikwekkend is. Als ze straf hebben gehad, dan moeten ze weten dat ze iemand van het leven hebben beroofd. Dus eigenlijk komen ze uit de gevangenis daarna. Hè? Dan moeten ze zich niet vrij voelen, maar ze moeten voelen, zodra ik in de fout ga, ga ik terug naar het gevangen. Maar we hebben zoveel hulpprogramma's die alleen maar gericht zijn op helpen, helpen, helpen. En niet op duidelijkheid van, wij tolereren geen geweld. Ook willen de Antillianen zelf gaan helpen als er problemen zijn. Een van de oplossingen is bijvoorbeeld een traumateam samenstellen. Waarbij we zodra we weten dat er ergens iets gebeurd is, een dergelijk incident, dat we er naartoe gaan om zowel met slachtoffers als met daders te praten. Om de emoties te kanaliseren, want we merken steeds weer dat emoties hoog oplopen. En mensen willen de emoties die ze hebben oplossen met geweld. En moeten dat gaan doorbreken. Deze week zou er ook een manifestatie in Rotterdam moeten worden gehouden. Wanneer dat zal zijn, is nog niet bekend. Dit weekend kan er worden geboden op de inboedel van het failliete poppodium Watt. Bieden kan alleen via internet, maar alle spullen zijn wel te bekijken in het pand aan de Rotterdamse Westkruiskade. Van wc-rol tot laptop, van verlichting tot koffiezetapparaat, ieder voorwerp in het gebouw gaat onder de hamer. U ziet hier allemaal spots, een hele batterij. Dat hebben we naar beneden gehaald en daar is vrij veel animo voor. Er is natuurlijk veel licht- en geluidsapparatuur hier in de verkoop. Professionele apparatuur. En er is eigenlijk voor ieder wel wat wils. Ik zag u kijken, misschien een leuke koelkast voor op de camping. Nou, misschien voor in de nieuwe slaapkamer. Een koelkast in de slaapkamer? Ja, wie weet. Nou, eerlijk gezegd vind ik een beetje oude troep allemaal. Ja, ziet het er uitgeleefd uit? Ja, behoorlijk. Bent u niet bang dat u met heel veel dingen blijft zitten? Nou, ik denk dat we het redelijk geprijsd hebben. Dus als je maar laag genoeg prijst, is er altijd een slachtoffer voor te vinden. Nou, ik heb allemaal verlichting nodig. Voor in de woonkamer? Nee, voor in een restaurant. Kom je vroeger wel eens in Watt? Nee, ik kom uit Amsterdam. En dan hier de boel opkopen? Rotterdams verdriet? Vijandig terrein? Nee, onzin. En het restaurant komt ook in Amsterdam? Ja. Met Rotterdamse spullen? Als het doorgaat wel, ja. Ja, de grote bekende ledvloer ontbreekt. Ja, jammer genoeg wel. Die had ik wel graag eens willen zien. Dat was dan de energieopwekkende dansvloer waar zoveel om te doen was geweest. Ja, waar is die? Ja, dat geen idee, maar die behoorde niet tot het faillissement van Watt. Ik heb begrepen dat die gehuurd werd. Ik heb een slagerij op de Westkruiskade hier ook toevallig. Ja, dat is een verlies voor de straat, maar ook voor de stad, denk ik. Ik kom vroeger in Nighttown was ik altijd, ja. Kom ik heel vaak. Dat was mijn tafeltje altijd. Oh, dan moet je op die tafel bieden natuurlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik ben hier wel regelmatig geweest. Als u een eigen tafeltje had, dan bent u een vaste klant. Tafel, maar daar stond ik altijd. Dat vond ik altijd leuk om daar te staan. En als andere mensen stonden, dan zei u, hey, wieberen? Nee. Ze ging uit zichzelf al weg. Even wachten, uurtje wachten. Wat voor bedrag hoopt u uiteindelijk maandagavond? Ja, we zullen ergens uitkomen tussen de ton en de anderhalve ton, denk ik. We zien de schuldenlast die er allemaal op zit, wat ik in de krant allemaal heb vernomen, is dat natuurlijk nog niet eens zo heel veel. Maar ja, het is niet anders. Zo'n grafzerk is wel heel symbolisch. Ja, rest in peace, nummertje 544. Het zijn 8 lampions en een grafzerk en diverse verlichtingsbalken. En die starten we op €15. De oude ingang van Diergaarde Blijdorp aan de Van Aarsenlaan is in haar oude glorie hersteld. Het werk van de Rotterdamse architect Van Ravenstein was jarenlang verwaarloosd. De pinguïns hebben plaatsgemaakt voor de winkel van Sinkel en de toegangshekken en de kassa's zijn nu flink opgeknapt. En het ziet er nu weer uit, net zoals in 1940. De monumentale entree is flink onder handen genomen en dat valt de bezoekers van Blijdorp meteen op. Mooi geworden. Net als toen ik hier aankwam, vond ik het heel erg mooi hoor. Ja, want hoe zag het er eerst uit? Rot. Het is wat opener geworden. Het ziet er wat leuker uit als je naar binnen komt ook. Want we zijn ook hier naar binnen geweest. Dus dat is wat, je kan het wel gelijk wat meer zien. Het nodigt meer uit om naar binnen te gaan. Hier die ingang, die hekken. Ziet u enig verschil? Die waren vroeger volgens mij groen en wit. Inderdaad, de ingang aan de Blijdorpzijde zag er tot voor kort heel anders uit. Alles was bruin met wit. En alles was weggesleten, kleuren waren verdwenen. En wij hebben door kleuronderzoek, dat heeft Lisette Kappers gedaan,
hebben wij achterhaald wat de echte oorspronkelijke kleuren in 1940 waren. Het is ongelooflijk wat voor mooie kleuren wij aangetroffen hebben bij de restauratie. Het is onbekend, maar het was in 1940 een zeer kleurrijk gebouw. Wat valt u dan meteen op? Dat zijn de figuren die bovenop, dat waren gewoon grijze, ja, betonachtige dieren geworden. En als je ze nou ziet, dan zijn het gewoon prachtige figuren geworden met dat goud. Ik wist zelf ook nog ineens dat ze met goud behandeld waren. Dus dat vind ik wel heel mooi om dat te zien. Het was niet zomaar een doorsnee-architect. Dus hij heeft voor alle onderdelen heeft hij hele bijzondere details bedacht. Heel veel met krulletjes en bolletjes. Dat kun je ook zien bij de hekken. Dierfiguurtjes erbij. Nu de ingang en de winkel van Sinkel in ere zijn hersteld, is het de beurt aan de Riviera Hall. Dit verblijf is bouwkundig in zeer slechte staat en wordt de komende jaren aangepakt. Feyenoord heeft de uitwedstrijd bij NAC Breda met 2-0 verloren. Bij de Breda's doelpunten werden in de laatste 10 minuten gemaakt door Robert Schilder. En dat was de directe tegenstander van Ruben Schaken. Toch beste van het spel, denk ik. Je creëert niet echt grote kansen. En dan mede door een persoonlijke fout van mijzelf verliezen vannacht de wedstrijd. Want wat gebeurt er bij die 1-0? Ik laat me in slaap sussen. Ik denk ik heb hem in het oog en op één moment vertrekt hij gelijk. En ik denk dat ik het nog kan belopen, maar hij tikt hem in één keer goed in de korte hoek. Dus dan ben je de lul. Wat denk je op zo'n moment? Ja, je baalt als een stekker natuurlijk. Je weet dat je nog weinig tijd hebt om wat te herstellen. Dus je weet dat je ploeg gewoon ten nadele doet, zeg maar. Dus sneu. Wel knap dat je zo zelf kritisch bent. Ja, natuurlijk. Maar ja, de beelden liegen niet. Dus je kan wel eromheen gaan breien, maar... Ja, dat mag gewoon niet op dit niveau, dus ik neem het mezelf echt heel erg kwalijk. En het is me al eerder overkomen. Buitenspelers zijn nou eenmaal niet de beste verdedigers in omschakelen. Ik had hem hele wedstrijd goed in de tank, maar ja, dat ene moment is je dan fataal. En zo keihard is voetbal, dat kost je dan de wedstrijd. Wanneer is je dat nog meer overkomen dan? Ja, ook bij Feyenoord hoor, een paar keer. Alleen dan wordt het net geen goal, dus dan heeft niemand het erover. Maar goed, nu gaat hij erin en ik was ervoor gewaarschuwd. En, helaas. Ja, we besluiten deze uitzending met het weerbericht. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Bij een matige westenwind koelt het af naar 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en het blijft op de meeste plaatsen droog. Bij een matige wind uit het westen wordt het 19 graden. Dinsdag is er bewolking met regen, maar wordt het toch nog 19 graden. Woensdag en donderdag is het wisselend bewolkt en kan er een enkele bui vallen. De temperatuur doet dan een stapje terug, want het wordt in de middag niet warmer dan 17 graden. Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar zaterdag is de kans op buien weer groter. Al met al blijft het sterk wisselvallig en wordt het nog iets koeler. En tot zover Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag toe en graag tot morgen. Dag.